We gaan beginnen. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvaseshe Shunyavadi Pastachare Sitarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Dus ja, echt voorbereid heb ik het niet. Ik heb het gelezen één keer en net. En ik heb het heel veel keer gelezen in de laatste 40 jaar. Maar voor mij is het weer nieuw. Voor mij is het elke keer nieuw, want... elke keer als je iets leest, hè, de eerste, dat is hetzelfde met de chanten van de Hare Krishna, is ook weer nieuw elke keer, als het goed is. Hè, elke keer weer een nieuwe extatische ervaring. Het, gewoon van het woord Krishna, dus ook van de Srimad Bhagavatam. Het is ook een extatische ervaring, elke keer als we het horen. Alleen, ja, ik las gisteren toevallig, of gisteren een paar dagen geleden, in de Nectar of de Nectar... of devotion, is dat ja, Krishna die kan gezien worden en ervaren worden op het platform van Bhava. Dus dat, er wordt gezegd, dan neemt de Sandini Shakti en de Ladini Shakti, nee, de Samvit Shakti en de Ladini Shakti, die dringen in het bewustzijn door van de toegewijde, bij de genade van Krishna. Dus nou laten we hopen dat een beetje van de Sandini en Ladini Shakti, Samvit en Ladini Shakti bij ons kan binnenkomen. Dan kunnen we de Bhagavatam horen. De Bhagavatam is niet verschillend van Krishna. En wij als toegewijden, wij willen Krishna ervaren, 24 uur per dag. En dat kan dus door het Srimad Bhagavatam te lezen. Nou, we beginnen nu met de beschrijving van de toegewijde dienst. Dat is hoofdstuk 29. Ik weet niet, sommigen van jullie hebben de Bhagavatam voor jullie om mee te lezen. Zo, tekst 1 en 2. Devahuti zei, mijn lieve heer, u hebt de kenmerken van de gehele materiële natuur en de symptomen van de ziel al zeer wetenschappelijk beschreven volgens het stelsel van de Sankhya-filosofie. Nu verzoek ik u mij het pad der toegewijde diensten beschrijven, dat het uiteindelijke doel is van alle filosofische stelsels. Nee, zo dat weten we, toegewijde dienst is het allerhoogste. Ja, hoger dan alle andere filosofieën. En de toegewijde dienst is ook het allersimpelste. Maar tegelijkertijd, het is ook voor de allerhoogste zielen. Ja, er zijn veel tegenstellingen, hè. Het lijken tegenstellingen, het zijn geen tegenstellingen, want dingen zijn niet zwart-wit. Hè? Wij zijn gewend om zo is het en zo is het niet en dat is zo en dat is zo. Maar in toegewijde dienst zijn er altijd heel veel verschillende invalshoeken. En oké, ik zal de betekenis, hè? Dus hier Devahuti, we weten allemaal wie Devahuti is. Hè? Dat is de dochter van Swayambhuva Manu. Heer Brahma was het eerste levend wezen. En die wou, zijn taak is het universum te bevolken. En ja, hij had het al aan Narada Muni gevraagd. En aan de vier Kumara's, maar die wou het niet doen. En toen had hij het aan Shiva gevraagd. En Shiva die creëerde heel veel nakomelingen. Maar het waren nakomelingen die de hele boel kapot maakten. He, want Shiva is de vernietiger. Dus al zijn zonen waren van dezelfde natuur en die begonnen alles te vernietigen. Dus toen zegt heer Brahma, ja, ga jij maar lekker mediteren. Zulke soort levende wezens willen we niet. Nou, in ieder geval, op een gegeven moment vroeg hij het verscheen Swayambhuva Manu en Satarupa, zijn vrouw. En van hun werd het hele universum bevolkt. En een van hun dochters was dus Devahuti. En die was met Kadamba Muni getrouwd. En Kadamba Muni en Devahuti, die kregen een zoon. En dat was Kapila Dev. En dat is een incarnatie van Krishna. Ja,
En zijn taak was om de Sankhya-filosofie te verspreiden. En Sankhya betekent tellen. De Sankhya-filosofie dat telt alle verschillende elementen in dit universum, telt het op. Maar dat is dus al beschreven en nu gaat de toegewijde dienst beschrijven, tekst 3. Devahuti vervolgde, lieve heer, vertel alsjeblieft ook die bijzonderheden, zowel ter wille van mij als van de mensen in het algemeen, over de kringloop van geboorte en dood. Want door over dit soort rampen te horen, kunnen we losraken van onze activiteiten in deze materiële wereld. Dat is interessant, hè? De kringloop van geboorte en dood, rampen. Ons hele leven is een ramp. Kijk hoor, dat zegt Prabhupada hiervan. Het woord samsmriti in dit vers, is zeer belangrijk. Sreya sriti betekent het voorspoedig pad van toenadering tot de allerhoogste godspersoon. En samsriti betekent het voortreizen over het pad van geboorte en dood naar de donkerste uithoeken van het materiële bestaan. Mensen die geen kennis hebben van deze materiële wereld, van God en de intieme relatie die ze eigenlijk met hem hebben, begeven ze zich in feite naar de donkerste uithoeken van het materiële bestaan. Hoewel ze in de waan verkeren dat ze meegaan met de materiële vooruitgang van de beschaving, binnengaan in het diepste duister van het materiële bestaan, betekent dat men niet menselijke levensvorm ontvangt. Onwetende mensen hebben er geen idee van dat ze na dit leven volledig aan de materiële natuur overgeleverd zijn en een levensvorm aangeboden krijgen die ze misschien niet zo prettig zullen vinden. Hoewel een levend wezen verschillende lichamen krijgt, wordt in het volgende hoofdstuk uitgelegd. Dit voortdurend verwisselen van lichaam in de kringloop van geboorte en dood wordt samsara genoemd. Devahuti verzoekt haar vermaarde zoon Kapila Muni iets te vertellen over deze reis zonder einde, opdat het de gebonden zielen duidelijk zal worden dat ze zich in neergaande lijn bewegen wanneer ze de weg van Bhakti Yoga, toegewijde dienst, niet begrijpen. Ja, zo, hè, dat samsara, hè, de geboorte, ziekte, ouderdom en dood, dat is al heel lang bezig. En het is eigenlijk een ramp voor het levend wezen. Al denken we dat het soms dat het plezierig is, hè, maar eigenlijk is het een ramp. En het ergste is dat we naar beneden kunnen gaan. In de Bhagavad Gita, daar staat een vers, dat is een van de meest aanmoedige versen voor mij. Daar staat dat neho vikramo naso sti pratyavayonas vichyate svalpam apya asidharmatya trayate mahato beyat. In dit pad van toegewijde dienst is er geen achteruitgang of verlies. En zelfs een klein beetje vooruitgang op dit pad zal men behoeden voor de grootste ongelukken. De grootste ongeluk is als we een dierenlichaam gaan krijgen. Want dat is niet plezierig, een dierenlichaam. We denken misschien wel, oh, zo'n lief hondje of dit en dat. Maar in een dierenlichaam is het lijden heel erg groot. Eigenlijk is de ziel constant aan het lijden. Want we zijn God vergeten, we zijn Krishna vergeten. Beschrijf alsjeblieft ook de eeuwige tijd die uw gedaante vertegenwoordigt en door wiens invloed de mensen in het algemeen zich bezighouden met goede werken. Tekst 5. Er zijn heel veel versen en heel veel purports, dus kunnen ze niet allemaal lezen. Lieve Heer, u bent als de zon, want u verlicht het duister van het gebonden bestaan van de levende wezens. Omdat hun kennis oog niet geopend is, slapen ze eeuwig in het duister zonder uw bescherming
en houden zich daardoor ten onrechte bezig met de acties en reacties van hun materiële bezigheden en zien er erg vermoeid uit. Ja, als we Krishna vergeten, dan gaan we ons bezighouden met het materiële bestaan. En hier wordt gezegd, ja, dat is heel vermoeiend. Het is heel vermoeiend, de betekenisverklaring. Srimati Devahuti, de roemrijke moeder van de heer Kapila Dev, toont zich hier zeer begaan met de betreurenswaardige toestand van de mensen in het algemeen, die zonder het doel van hun leven te kennen, slapen in het duister van de illusie. De Vaisnava, de toegewijde van de Heer, voelt altijd dat hij hen moet wekken. Zo verzoekt ook Devahuti haar roemrijke zoon om het leven van de gebonden zielen te verlichten, opdat er een eind mag komen aan hun hoogste betreurenswaardige situatie. De Heer wordt hier beschreven als Yoga Bhaskara, de zon van het hele yoga-stelsel. Bhaskara, dat is een andere naam voor de zon, hè? Een Sanskriet naam. Je hebt Surya, je hebt Bhaskara en Savitur. Dat zijn allemaal verschillende namen van de zon. En Krishna is de zon van het Bhakti-yoga. De Heer wordt hier beschreven als Yoga Bhaskara, de zon van het hele yoga-stelsel. Devahuti heeft haar zoon al verzocht de Bhakti-yoga te beschrijven. En de Heer heeft toen gezegd dat Bhakti het hoogste yoga-stelsel is. Bhakti-yoga is als het stralend licht van de zon en bevrijdt de gebonden zielen wier algemene situatie hier beschreven wordt. Ze zijn niet in staat te zien wat werkelijk in hun eigen belang is. Ze weten niet dat het doel van hun leven er niet in bestaat om de materiële behoeften uit te breiden, omdat het lichaam toch niet langer dan enkele jaren zal bestaan. He, dit is een heel bekend verhaal. Kennen jullie het verhaal van Viloma Muni? Viloma Muni was een grote wijze en die was aan het mediteren op de Ganges. En die zat in de brandende zon. En Viloma Muni die had een speciale benedictie gekregen van heer Brahma, dat hij zoveel levens zou hebben als er haren op zijn lichaam was. Of dat hij zo lang zou leven dat er haren op zijn lichaam waren. En Viloma betekent harige muni, harige wijze. Dus zijn leven was heel lang. En dat was zijn... hij kon miljoenen jaren leven. Of miljoenen kalpa's kon hij leven. En die zat te mediteren op de bank van de Ganges in de brandende zon. En toen kwamen er een paar van zijn discipelen en die zeggen, oh mijn beste Guru Maharaj, laat me een hutje voor je bouwen, zodat je op zijn minst in de schaduw kan zitten. Hij zegt, wat heeft dat voor zin zo'n hutje te bouwen? Hij zegt, binnenkort ben ik toch dood en verspeel niet al die moeite. He, dat is het verhaal van Viloma Muni. He, of het verhaal wat Srila Prabhupada altijd vertelt, als we naar een hotel gaan voor 14 dagen... Om op vakantie te gaan. En we denken, ja, die kamer, die zit niet goed in de verf. Laat het maar eerst even gaan verven. Ja, dat ga je niet doen. Want je zit maar 14 dagen. En je zit maar 14 dagen in het hotel. Dus wat heeft het voor zin om het te schilderen? En zo hetzelfde is in het materiële leven. Ja, dat is extreem gesteld natuurlijk. En zo, wij kunnen dat niet precies navolgen. Wij schilderen ons huis nog. We bouwen zelfs huizen. Maar het idee is, ja, uiteindelijk is het leven heel kort en laten we niet te veel tijd in materiële zaken steken, maar zoveel mogelijk tijd in het verrichten van Bhakti Yoga. En hier is al een heel belangrijk punt beschreven, dat wordt in de volgende purport nog iets meer beschreven, dat Krishna was heel blij met Devahuti, of Kapila Dev, omdat ze ook dacht aan het met mededogen aan de andere zielen die aan het lijden waren in deze materiële wereld. En ze wou hen ook helpen. En dat is ook een belangrijke vorm van toegewijde dienst. Het leven bestaat er niet uit om de materiële behoeften uit te breiden, omdat het lichaam toch niet langer enkele jaren zal bestaan. Ik zat hierover te denken vanochtend.
En toen, ja, ik heb een paar toegewijden, of een hoop toegewijden heb ik gekend. Ik ben al 44 jaar in de associatie van toegewijden. En sommige van de belangrijkste toegewijden in mijn leven, die zijn allang overleden. Hè, er is Mahavidya. Sommige van jullie kennen misschien Mahavidya. Ja, dat is al van 1980 die tijd. Hè, of Bhaktaseva, of Benkates, of Hayesvara, hè, de schrijver van de Nederlandse Bhagavad Gita, of de vertaler. En zoveel, en Dhyanaraads. En ja, ik kan wel doorgaan. Dus hè, er zijn zoveel toegewijden die heel belangrijk voor mijn leven waren, hè, in toegewijde dienst, die zijn al lang vertrokken. En ja, dan begreep ik de tijdelijkheid en de onbelangrijkheid van bepaalde situaties. Wij zitten soms in situaties, dan zitten we over iets zorgen te maken, of we willen iets voor elkaar krijgen en het is belangrijk en ons hele leven neemt dat over. En dan in één keer is het voorbij. Ja? Als ons lichaam weg is, dan zijn al die dingen waar we ons heel druk over gemaakt hebben, die zijn over. Niks meer. En daarom wordt er in de geschriften constant uitgelegd, dit leven is niet zo belangrijk. Ja? Dit leven is slechts een flits in de eeuwigheid. En gebruik hem voor toegewijde dienst. De levende wezens zijn eeuwig en hebben een eeuwige behoefte. Als men alleen maar in behoeften van het lichaam voorziet en niet in de eeuwige levensbehoeften, dan werkt men mee aan een beschaving die met haar vooruitgang de levende wezens slechts het diepste duister der onwetendheid stort. En dat is deze maatschappij, sorry om het te zeggen. Deze maatschappij is alleen maar voor financiële vooruitgang. Hè? Als er financiële vooruitgang is, dan is iedereen te blij. Hè? Slapend in dat diepste duisternis krijgt men geen enkele verlichting, maar raakt men juist steeds vermoeider. Men bedenkt van alles om deze vermoeidheid het hoofd te bieden. Hè? Yoga, van allerlei soorten dingen. Hè? De essentiële oliën. Yoga, zeg maar wat, hè, van alles, zoveel dingen. Ja, als je dit doet, dan word je beter. Als je dat doet, dan word je beter. Als je dat doet, dan ga je gelukkig zijn. Als er geen Russen meer zijn, dan is het leven fantastisch. Hè, want dan is die nare Poetin weg en dan is iedereen weer blij. Maar de ene staat naar de andere staat op. De ene Poetin naar de andere. De ene oorlogsvoerder naar de ander staat op in deze materiële wereld. En we proberen maar om het beter en beter te maken. Maar niks werkt in deze materiële wereld. Men bedenkt van alles om deze vermoeidheid het hoofd te bieden. Maar het lukt hen niet. En daarvoor blijft men verward. De enigste weg waarlangs men zijn afmatting in de strijd om het bestaan kan verlichten, is de weg der toegewijde dienst het pad van Krishna-bewustzijn. Nou, alles is al gezegd. Krishna-bewustzijn is heel simpel. Wij zijn in deze materiële wereld terechtgekomen, waar we strijden om het bestaan. En ja, de enige oplossing is Krishna-bewust worden. Sri Maitreya zei, dat is tekst 6, O beste der Kurus, door groot mededogen bewogen en voldaan over de woorden van zijn roemrijke moeder, sprak de grote wijze Kapila de volgende woorden. Oké, dus dat was de vraag van Devahuti. Nu gaat Kapila antwoord geven. Sri Bhagavan Uvacha. Ja, Kapila is Bhagavan. Hè? Heer Kapila, de godspersoon, antwoordde. O edele vrouw, er zijn velerlei wegen van toegewijde dienst. Naargelang de verschillende eigenschappen van degene die de toegewijde dienst verrichten. He, wij zeggen vaak van ja, er is één soort toegewijde dienst. He, maar er zijn voor vele verschillende soorten mensen, zijn er verschillende soorten vormen. He, de toegewijde dienst verricht door een afgunstige, trots, gewelddadig en boos mens
die zijn eigen belang losziet van het belang van de Heer, wordt beschouwd als zijnde in de geaardheid onwetendheid. He, dus er is ook toegewijde dienst in de gaten onwetendheid. Trots, ja, ja, dat heb ik wel. Gewelddadig, nou in mijn geest wel, ja. Extern ben ik nogal geweldloos. Maar... En boos, en een boos mens. Ja, boos, boos, geïrriteerd, kritisch. Ja, geaardheid en onwetendheid. He, we hebben allemaal die ervaring, of ja, dat hoop ik niet, maar ik heb die ervaring. He, dat als we Hare Krishna chanten, dan soms komt die onwetendheid op. Dan worden we slaperig, of boos, of geïrriteerd. En soms hartstocht, dat gaat ook nog beschreven worden. En soms wat goedheid. En soms transcendentaal. He, dat zijn de vier, ik zal het alvast van tevoren zeggen. Het zijn vier soorten van toegewijde dienst. In onwetendheid, nou ja, dat is hier als je boos bent. Verstoord, in de waar. Ja, die zei dit gisteren tegen mij, die wou dat, maar dat hoort. Hè? We hebben allemaal onze verhalen. En in hart, dus hier, we zullen even wat lezen van de betekenisverklaring over toegewijde dienst in onwetendheid. In hoofdstuk 2 van het eerste kanto van het Srimad Bhagavatam is al verklaard dat toegewijde dienst zonder bijbedoelingen of zelfzuchtige motieven de hoogste en meest prijzenwaardige vorm van religie is. Het enigste motief van de zuivere toegewijde dienst moet zijn dat hij de allerhoogste godspersoon voldoening wil schenken. Dat is eigenlijk, hè, zo dat is de transcendentale toegewijde dienst, dat is de echte toegewijde dienst, hè, om Krishna te plezieren. Heel toevallig. Gaur Govinda, vanochtend zegt hij hier. Hij was iets aan het lezen. Hij zegt, moet maar eens even kijken. En daar stond in dus... hij las het voor. Hij zegt, in de materiële wereld vinden de mensen... Als ze het woord dienst horen, of dienaar zijn, of dienaar worden... Dan krijgen ze al een heel gevoel van, dat is niet fijn. Hè? Wie wil er nou dienaar worden? Wie wil er nou... We willen alleen maar voor het plezier van een ander lezen. Als de dienaar, als de meester zegt, dit, doe dit, doe dat. En je doet het en niks anders. Niemand wil dat in de materiële wereld. Maar dan Srila Prabhupada legt uit. In de spirituele wereld is de dienaar en de meester. Die zijn op hetzelfde niveau. In één opzicht natuurlijk, niet in alle opzichten. En de dienaar is net zo vrij als de meester. Omdat de dienst uit liefde wordt. Uit liefde wordt gedaan. In de materiële wereld dienen we wel. We dienen onze baas. Omdat we geld willen hebben. Maar Prabhupada zegt, dat is geen dienst. Als je iets doet voor geld, dan doe je het niet voor het plezier van de baas. En de baas... Die heeft ook geen liefde, want die betaalt je. Dat zegt Srila Prabhupada. Werkelijke liefde is een uitwisseling van genegenheid door middel van dienst. En dan is de Heer net zo blij, of zijn wij net zo blij als de Heer daarmee. Er is geen verschil. Zo, dat is zuivere toegewijde dienst. Dat is eigenlijk niet eens een motief. Alleen de Heer willen verdienen, dat is geen motief. Het is de zuivere toestand van de ziel. Wanneer iemand toegewijde dienst verricht, terwijl hij nog geconditioneerd is, moet hij de aanwijzingen van een bevoegde geestelijk leraar met volkomen overgave naleven. De geestelijk leraar is de zichtbare vertegenwoordiger van de Allerhoogste Heer, omdat hij via de geestelijke erfopvolging de aanwijzingen van de Heer ontvangt en doorgeeft zoals ze zijn. Dat heet Sanana Bhakti. Sanana Bhakti. Er zijn twee soorten bhakti. Drie. Eigenlijk twee, maar ze hebben het in drie verdeeld. Er is Satya. Sanskriet vergeten. Maar er is de Sanana Bhakti. En er is Prema Bhakti. Er is Sanana Bhakti, de beoefening, en er is Sanana Bhakti, de perfection.
Dat zijn de twee dingen. Bhakti in oefening en bhakti in perfectie. En de bhakti in oefening, dat is voor de beginnelingen. En daar wordt gezegd, is dat, hoe kom je tot die sanana bhakti? Dat is door vertrouwen in de geestelijke leraar en de geschriften. Dat is ons platform, is dat we vertrouwen hebben in de woorden van de geschriften en de woorden van de geestelijke leraar. En daardoor gaan we zijn instructies volgen. En door het volgen van die instructie komen we tot bhava, het beschrijven van sanana bhakti. Het is een hele mooie definitie van sanana bhakti, betekent de activiteiten met het materiële lichaam die ons tot bhava brengt. En bhava betekent, of rati, rati is een ander woord voor bhava, dat betekent extatische emoties voor Krishna, door middel van sadhana. En daarom de geestelijke leraar, die onderwijst ons in de geschriften. En hoe meer vertrouwen we hebben en hoe meer overgave we hebben, hoe meer we de instructies gaan volgen. En met meer enthousiasme. Handelen onder de leiding van een bevoegde geestelijke leraar met de bedoeling om de allerhoogste godspersoon tevreden te stellen, is zuivere toegewijde dienst. Wil iemand echter zijn eigen zinnen bevredigen, dan ziet zijn toegewijde dienst er anders uit. Zo'n toegewijde kan gewelddadig, trots, afgunstig en boos zijn. En zijn belangen staan los van die van de Heer. Zo, dat is toegewijde dienst in de geaardheid, onwetendheid. Dat eigenlijk verrichten we toegewijde dienst niet voor het plezier van Krishna of de geestelijke leraar, maar voor ons eigen belang. Wie de Allerhoogste Heer benadert om hem toegewijde dienen, maar trots op zichzelf is, afgunstig jegens anderen en wraakzuchtig, bevindt zich in de geaardheid woede, staat hier. Ja, bevindt zich in de geaardheid woede. Ja, onwetendheid dus, maar woede. Ik zag een kleine klas van Srila Prabhupada en die zegt, als je niet afgunstig bent, dan ben je Krishna bewustzijn. En als je afgunstig bent, dan ben je in de materiële wereld, dan ben je niet Krishna bewustzijn. Is simpel als dat. Hij zegt, er is geen groot toegangsexamen, lange honderden vragen. Nee, ben ik afgunstig, dan ben ik niet toegewijd. En ben ik niet afgunstig, dan ben ik in Vaikuntha. Nou, iedereen in de materiële wereld is afgunstig. Dat vinden we soms moeilijk te bekennen. Maar in de materiële wereld heeft iedereen wat ongunstig. In de Srimad Bhagavatam, tweede vers van Srimad Bhagavatam, Dharma Prayotita Kaitavatra Paramo Nirmatsaranam Satam. Dit Srimad Bhagavatam, die de allerhoogste waarheid opgeeft, die kan begrepen worden door degene die Nirmatsara zijn, zonder afgunst. We moeten ervan uitgaan dat we geen perfecte personen zijn. Ik denk dat hier, ja, ik weet het zeker, iets verder wordt gezegd, hoe verder we volgen, hoe verder we vooruitgang maken, hoe meer we vooruitgang maken in toegewijde dienst, hoe meer we eigenlijk inzien hoe gevallen we zijn. Voelen we ons heel gevallen. Dus om te zeggen, nee, woede, afgunst, daar heb ik geen last van. Als we daar geen last van hadden, dan zaten we nu in extatische liefde te rollen achter onze computers. Hij denkt dat hij de beste toegewijde is. Ja. Toegewijde dienst die op deze wijze verricht wordt, is onzuiver. Ze is vermengd en behoort tot de laagste categorie. Tamas. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur geeft ons de raad om een Vaishnava met een slecht karakter uit de weg te gaan. Een Vaishnava is iemand die de allerhoogste godspersoon als het hoogste levensdoel heeft aangenomen, maar als men nog onzuiver is en bijbedoelingen heeft, is men geen Vaishnava met een voortreffelijk karakter. Men kan zo'n Vaishnava zijn respect betuigen
omdat hij de allerhoogste eer als het hoogste levensdoel ziet, maar men moet niet omgaan met een Vaisnava in de geaardheid onwetendheid. Sorry jongens. Ja. Tekst 9. Het vereren van de Murti door een separatist die op materieel genot, roem en rijkdom uit is, wordt als toewijding in de geaardheid hartstocht beschouwd. Dit gaat over over de toegewijde die de deity vereert, maar niet echt zuiver is. Wanneer een toegewijde, dus tekst 10, wanneer een toegewijde de allerhoogste godspersoon aanbidt en hem het resultaat van zijn activiteiten aanbidt om zichzelf van de verbazingen van de baatzuchtig streven te ontdoen, is zijn toewijding in de geaardheid goedheid. Toegewijde dienst in de geaardheid goedheid betekent dat je je toegewijde dienst verricht om jezelf te verheffen. Daarvoor doen we het. Dat is een Brahmaan. Een Brahmaan die doet al zijn activiteiten om gezuiverd te raken. Betekenis. De Brahmaan, de Kshatriya, de Vaishya en Sudra's vormen samen met de Brahmacharis, Griyastas, Vanaprastas en Sanyasis de leden van de 8 Varna's en Asrams en hebben ieder hun eigen plichten te vervullen voor het plezier van de allerhoogste godspersoon. Verrichten ze deze activiteiten en geven ze het resultaat ervan over aan de allerhoogste Heer, dan noemt men dat Karmarpanam. Plichten die men vervult om de Heer tevreden te stellen. Wanneer er enige tekortkomingen of fouten aan dit werk kleven, dan wordt dit op deze manier goed gemaakt. Maar als deze offerhandeling meer in de geaardheid goedheid dan in zuivere toewijding is, dan dient zich een ander belang. De leden van de 4 asrams en de 4 varna's proberen iets te bereiken wat in overeenstemming is met hun persoonlijk belang. Daarom zijn deze activiteiten in de geaardheid goedheid en kunnen ze niet tot de categorie van de zuivere toewijding worden gerekend. Zuivere toegewijde dienst, zoals beschreven door Rupa Goswami, is vrij van alle materiële verlangens. Anyabilasita sunyam. Zuivere toegewijde dienst is heel hoog. Zelfs als we het doen om gezuiverd te raken, is het nog niet eens zuivere toegewijde dienst. Persoonlijk of materieel belang valt niet goed te praten. Toegewijde activiteiten moeten verheven zijn boven baatzuchtig streven en empirisch speculatief denken. Zuivere toegewijde dienst is aan alle materiële geaardheden ontstegen. Zuivere toegewijde dienst in de geaardheid onwetendheid, hartstocht en goedheid kan in 81 categorieën worden onderverdeeld en er zijn verschillende toegewijde activiteiten zoals horen, chanten, zich herinneren, vereren, bidden, dienen en alles overgeven en elk van deze activiteiten kan in 3 categorieën worden onderverdeeld, nagelang de geaardheden. Zo is er horen in de geaardheid onwetendheid, in de geaardheid hartstocht en goedheid. 3 × 9 is 27 en dan nog eens 3 × 1 is 81. Men dient aan deze materialistische gemotiveerde vormen van gemengde toegewijde dienst zien te ontstijgen om werkelijk tot het niveau van zuivere toewijding te komen zoals in de volgende verse beschreven wordt. Soms kan dit een beetje ontmoedigend lijken. Dat is dan wel een heel hoog platform, die zuivere toegewijde dienst. Aan de andere kant wordt het daar hier niet voor beschreven. Het wordt beschreven om voor ons te begrijpen hoe hoog en hoe zuiver dat is, toegewijde dienst. En het is niet iets goedkoops. Het is niet goedkoop. Het is het allerhoogste. Dus het is niet iets goedkoops. En het is helemaal vrij van eigen belang. Zelfs het eigenbelang in de geaardheid goedheid. We gaan naar tekst 11 en 12. Zuivere toegewijde dienst manifesteert zich wanneer de geest zich meteen aangetrokken voelt
tot het horen van de transcendentale naam en het luisteren naar de verhalen over de bovenzinnelijke eigenschappen van de Allerhoogste Godspersoon, die in ieders hart verblijft. Zoals het water van de Ganges vanzelf naar de oceaan stroomt, stroomt zulke extatische toewijding, door geen enkele materiële omstandigheid gehinderd, naar de Allerhoogste Heer. Nou, dit is zuiver toegewijde dienst, hè? Als we aangetrokken worden door Krishna, hè, dan heb je ook niks meer nodig. Hè, want als je Krishna ziet, of als je Krishna's naam hoort, dan is alles daar aanwezig. Hè, dan raakt onze geest compleet geabsorbeerd in extatische liefde naar de Heer, alleen om zijn naam al te horen. En dat is zoals een rivier naar de oceaan stroomt, zonder obstakels. Er zijn misschien obstakels, maar er stroomt tegelijk langs heen. En uiteindelijk komt het in de zee aan. Er is een ander vergelijk, dat gaat ook over Bhakti Yoga. Het proces van Bhakti Yoga is de hoofdrivier die naar de oceaan van de Allerhoogste waarheid vloeit. Bhakti Yoga wordt als een rivier gezien die ons naar de Allerhoogste waarheid brengt. Die wordt als een oceaan beschreven. En alle andere processen van zelfrealisatie, dat zijn zijriviertjes van deze hoofdrivier. Dat is een iets ander punt, maar dat is zuivere toegewijde dienst. Zo gauw we de Krishna's naam horen, zo gauw we de Srimad Bhagavatam lezen, is ons geest compleet met liefde vervuld en denken we alleen maar aan de Heer. Betekenisverklaring. Het basisprincipe van deze onvermengde, zuivere toegewijde dienst is liefde voor God. Madguna Sruti Matrena betekent, juist nadat men over de bovenzinnelijke eigenschappen van de Allerhoogste Godspersoon gehoord heeft, deze eigenschappen worden Nirguna genoemd. De Allerhoogste Heer is niet besmet door de geaardheden van de materiële natuur. Daarom is hij voor de zuivere toegewijden zo aantrekkelijk dat het is niet nodig te mediteren om zich tot de Heer aangetrokken te voelen. De zuivere toegewijde bevindt zich al op het transcendentale niveau en de affiniteit tussen hem en de Allerhoogste Godspersoon is natuurlijk en wordt vergeleken met de manier waarop het water van de Ganges naar de zee stroomt. Het stromen van de Ganges kan door geen enkele materiële omstandigheid gestuit worden. En zo kan ook de aantrekking van een zuivere toegewijde tot de transcendentale naam, de gedaante en activiteiten van de Allerhoogste Heer door geen enkele materiële omstandigheid geremd worden. Dat is wat Srila Bhaktivinoda Thakur die beschrijft en die zegt dit. Hij zegt, er is één manier hoe je kan zien dat je gevorderd bent. En die manier, dat is Ruchi. Ruchi betekent smaak. We hebben smaak om de Srimad Bhagavatam te lezen. We hebben smaak om de heilige naam te chanten. We hebben smaak om aan Krishna te denken. En we hebben smaak om de deity te vereren en te zien. En we hebben smaak om met de toegewijde om te gaan. Als we daar onze aantrekking daar volledig in opgaat, dan zijn we gevorderd in toegewijde dienst. En als dat het enigste is wat we willen en niks anders, dan zijn we zuivere toegewijde. En niks in de materiële wereld kan ons daarvan stoppen. En zo kan ook de aantrekking van de zuivere toegewijde tot de transcendentale naam, gedaante en activiteiten van de Allerhoogste Heer door geen enkele materiële omstandigheden geremd worden. We zingen dat in Mongolartik. Sri Radhika Madhava Yorapara Madhurya Lila Gunarupa Nam Nam Ratik Sanas Vadana Lolopasya Van de Guru Sri Charanaravindam. Dat zijn de kwaliteiten van een geestelijk leraar of een zuivere toegewijde. Die is altijd bezig met het mediteren op de pastimes, het spel en vermaak van Krishna en Radha.
en hun vormen, kwaliteiten en ja, hè? Guna, Rupa en naam. En hij is always endeavoring. Hij is altijd bezig om op die dingen te mediteren. Dat is een zuivere toegewijde, dat is de guru. Het woord ahoitiki betekent zonder reden. Een zuivere toegewijde bewijst de godspersoon geen liefdesdienst om er spiritueel of materieel op wat voor manier dan ook wijzer of beter van te worden. Dit is het eerste kenmerk van een zuivere toegewijde. Anya bilasita sunyam. Het is niet om een bepaald verlangen vervuld te krijgen dat hij toegewijde dienst verricht. Zijn toegewijde dienst is bestemd voor de Purusottama, de allerhoogste persoon, en voor niemand anders. Ja, so dit is heel duidelijk wat zuivere toegewijde dienst is. Het is zelfs niet om liefde voor Krishna te ontwikkelen. Het is alleen maar om Krishna te plezieren. En dat is een hele hoog platform. We hoeven ons daar... Het idee is dat we dat willen. Dat is het begin. Dat is het begin. Srila Rupa Goswami zegt... Het begin van toegewijde dienst is een sterk verlangen om dit te bereiken. Lauyam, tatra lauyam mulam ekelam. Krishna rasa bhakti bhavita bhati kriyato kutopi lapjete. Tatra lauyam mulam ekelam janma sukriter na lapjete. Deze zuivere toegewijde dienst die kan niet verkregen worden zelfs naar 10 miljoen levens van vrome activiteiten. Vrome activiteiten betekent activiteiten voor het welzijn van de samenleving en van anderen. Zelfs na miljoenen levens kan je nog steeds geen zuivere toegewijde dienst krijgen. Toegewijde dienst heeft één basis en dat is greed. Greed is hebzucht. Heel sterk, dat willen we willen heel graag. Dat is wat we willen. We willen niks anders. En dat is de wortel van toegewijde dienst, is dat we het willen, heel graag. Hoe harder we het willen, is een ander woord daarvoor, het is ashakti. Ashakti komt nog na ruchi. Ashakti betekent zo'n sterke gehechtheid aan Krishna, we willen niks anders. Srila Prabhupada zegt, Holiness Gogovinda Maharaj, die gaf er ook vaak klas op. You have to cry for Krishna, zegt ze. Cry for Krishna. But you don't cry for Krishna. No, 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 Baba. You cry for wife, he says. You cry for wife. But for wife you cry, but you don't cry for Krishna. And he says, this Bhakti Yoga is crying school. It means we want Krishna. We want pure devotional service, nothing else. Dat is ahoitaki. No, geen materiële, geen andere verlangens dan de verlangen van toegewijd te worden. Avya vahiti betekent ononderbroken. Een zuivere toegewijde moet de Heer 24 uur per dag ononderbroken dienen. Zijn leven is zo ingericht dat hij elke minuut en elke seconde een bepaalde vorm van toegewijde dienst voor de allerhoogste godspersoon doet. Een andere betekenis van het woord avyavahita is dat het belang van de toegewijde en dat van de allerhoogste Heer op één lijn liggen. De toegewijde kent geen ander belang dan het vervullen van de bovenzijnlijke verlangen van de allerhoogste Heer. Zulke spontane dienst aan de allerhoogste is transcendentaal en op geen enkele manier besmet door materiële geaardheden. Daaraan herkent men zuivere toegewijde dienst die van alle materiële smetten vrij is. Nou ja, het wordt al een beetje duidelijk wat zuivere toegewijde dienst is, van deze beschrijvingen. De vertaling van tekst 13. Een zuivere toegewijde aanvaardt geen enkele vorm van bevrijding, salokya, shastri, samipya, swarupya of ekatva. Ook al worden ze hem door de allerhoogste godspersoon zelf aangeboden. En dus zelfs toegewijden willen geen vorm zoals de Heer, of op een planeet van de Heer,
of vlakbij de Heer zijn. Hè, of zeker geen Aikatva. Dat is één worden met de Heer. Hè, een toegewijde wil alleen maar toegewijde dienen. Hè, een toegewijde. Hè, ja, er zijn heel veel versen in de Bhagavatam die dit verklaren. Hè. Zo, toegewijde wil niks. Zelfs geen, zelfs niet, nou, wil zelfs niet terug naar Vrindavan. Ja. Om daar in een vorm als een gopi of cowardboy samen met Krishna te... Ja, kijk, hij krijgt dat wel, maar hij wil het niet. Door zich te verheffen tot het hoogste niveau van toegewijde dienst, zoals ik heb uitgelegd, kan men de invloed van de drie geaardheden van de materiële natuur te boven komen en op het transcendentale vlak gevestigd raken zoals de Heer. Door de toegewijde dienst kunnen we ons verheffen tot het hoogste platform. Alhoewel zuivere toegewijde dienst wil je niet eens verheffen naar het hoogste platform. Als ik in de hel moet zijn om Krishna te dienen, zegt een toegewijde, dan laat me naar de hel dan. De hemel daar. Zo, Sripad Sankaracharya, die als de leider van de school der impersonalistische filosofen beschouwd mag worden, erkent aan het begin van zijn commentaar op de Bhagavad Gita dat Narayan, de allerhoogste godspersoon, boven de materiële schepping staat. Alles bevindt zich binnen de materiële schepping. Behalve hij, ook in de Vedische teksten wordt bevestigd dat voor de schepping alleen Narayan bestond, terwijl nog Heer Brahma, nog Heer Shiva er was. Alleen Narayan, of de allerhoogste godspersoon Vishnu of Krishna, bevindt zich altijd in bovenzinnelijke positie, buiten de invloed van de materiële schepping. De materiële geaardheden, goedheid, hartstocht en onwetendheid kunnen de positie van de allerhoogste godspersoon niet aantasten. Daarom wordt hij Nirguna genoemd, vrij van ieder spoor van de materiële geaardheden. Ditzelfde feit wordt hier bevestigd door Heer Kapila, die in de zuivere toegewijde dienst is, bevindt zich op het transcendentaal vlak, net als de Heer. Ja, zo, dat is het transcendentale vlak. Alleen verlangen om Krishna te plezieren. Een toegewijde, dus tekst 15. Een toegewijde behoort zijn voorgeschreven plichten te vervullen, die roemrijk zijn en zonder materieel gewin. Zonder onnodig geweld dient men geregeld zijn toegewijde activiteiten te verrichten. De toegewijde dient regelmatig mijn tempelbeeld te aanschouwen, mijn lotusvoeten aan te raken, mijn artikelen te offeren die bij de eredienst horen en gebeden aan mij op te dragen. Hij moet alles beschouwen in de geest van onthechting, in de geaardheid goedheid en elk levend wezen als geestelijk zien. Nou, dat is een belangrijk punt hier. We kunnen de betekenisverklaring lezen. Het vereren van de Heer in de tempel is een van de plichten van een toegewijde. Het wordt vooral aangeboden voor de nieuwelingen, maar ook gevorderden moeten dit niet opgeven. Dus de deity worship is voor nieuwelingen. Dat zeiden we vroeger altijd. Ja, de gevorderden gaan op sankirtan. Maar hier was het ook de gevorderden geven toegewijde dienst niet op. Deity worship niet op. En de voorbeelden zijn de zes Goswamis. Die hebben allemaal een tempel opgericht. En deities vereerd. Dus het betekent niet dat gevorderden geen toegewijde dienst doen. Maar het is voor de beginnelingen is het een makkelijke manier om Krishna te benaderen. Want de deity van Krishna is Krishna. Dus als je hier de tempelkamer in Radhades binnenloopt, loop je in de kamer van Krishna binnen en kan je hem persoonlijk zien. En zelfs Prabhupada zegt, maar zelfs als je dat niet realiseert, dan nog krijg je de voordelen ervan. Als de deity van Jagannath Baladev Subhadra of Sri Sigonitai of Gopinath zien, dan zien we de allerhoogste godspersoon zelf, maar dat kunnen we niet altijd realiseren, omdat we beginnelingen zijn. Er is verschil
in de manier waarop een nieuweling en een gevorderde toegewijde de aanwezigheid van de Heer in de tempel ervaren. Een nieuweling beschouwt de Arche Vikra, het altaarbeeld, als verschillend van de oorspronkelijke godspersoon. Hij ziet het als een voorstelling van de Allerhoogste Heer in de vorm van een beeld. Een gevorderde toegewijde daarin beschouwt de Murti in de tempel als de Allerhoogste godspersoon zelf. Hij ziet geen verschil tussen de oorspronkelijke gedaante van de Heer en het beeld van de Archa-gedaante van de Heer in de tempel. Dit is de blik waarmee een toegewijde ziet wiens toegewijde dienst zich afspeelt op het hoogste niveau van Bhava, liefde voor God. Terwijl een nieuweling het vereren van de Heer in de tempel meer als een dagelijkse plicht beschouwt. Ik moet elke dag naar de Detis komen, dat is mijn plicht. Dat is Sanana Bhakti, het is gegeven door de geestelijke leraar en ik doe het. Nou, dat is ook al een platform die niet iedereen op zit. Dat het zelfs, oké, ik doe het als plicht. Een gevorderde toegewijde doet het niet als plicht, maar die doet, zelfs de gopis. Als die horen de Krishna en Krishna, Krishna is daar, dan onmiddellijk rennen ze. Ze leggen een baby neer, ze laten het melk op het vuur staan. Een man die wil ze stoppen, maar ze luisteren niet, ze geven alles op, want ze rennen naar Krishna. Dat is hetzelfde als een gevormde toegewijde, die wil Krishna zien op het altaar. En als we op dat platform niet zijn, dan op zijn minst doen we het uit plicht. Oké, de geestelijke leraar heeft de deity hier geïnstalleerd en ik ga hem bezoeken. Al voel ik daar niks voor, dat is nogal zwaar gezegd, maar toch doe ik het. Want het is mijn plicht. Dat is toegewijde dienst in de gaten uit goedheid, omdat het wordt voorgeschreven. Dat is toegewijd in de gaten uit goedheid. Het aanbidden van de Murti is een van de taken van een toegewijde. Hij komt geregeld kijken naar het prachtig gedecoreerde altaarbeeld, raakt de lotusvoeten van de Heer vol eerbied en respect aan en eert hem met offerandes in de vorm van fruit, bloemen en gebeden. Terwijl tegelijkertijd moet een toegewijde de andere levende wezens als geestelijke vonken deeltjes van de Allerhoogste Heer zien. Als hij vooruit wil gaan in toegewijde dienst, een toegewijde dient ieder levend wezen dat een relatie heeft met de Heer te respecteren. Omdat elk levend wezen van de oorsprong een relatie met de Heer heeft als deeltje van hem, moet een toegewijde trachten al die levende wezens op hetzelfde niveau van geestelijk bestaan te zien. Zo, dat is belangrijk. Niet alleen moeten wij de Heer zien, maar ook zijn deeltjes. En wie dan ook, alle levende wezens zijn deeltjes van de Heer. Zo, die moeten we ook zien en proberen te dienen. Dat is een belangrijk punt, want anders, dat was in het vorige vers, als je alleen de deity vereert, maar je ziet de andere levende wezens niet als deeltjes van de Heer, dan is jouw toegewijde dienst, ik geloof dat het vet later wordt gezegd, is dat als je ghee in as gooit, als er iemand een vuur overbrengt, dan gooi je de ghee in het vuur. En dan het vuur aanvaardt, Vishnu aanvaardt die offering van ghee door middel van het vuur. Maar als het vuur uit is en er is alleen as, dan wordt er niks aanvaard. Zo hetzelfde als wij onze toegewijde dienst voor Krishna doen zonder de andere levende wezens te willen helpen, dan wordt het niet aanvaard door Krishna. Ik denk altijd, in dit voorbeeld vind ik altijd van Srila Prabhupada. Srila Prabhupada die leefde in de Radha-Damodar-tempel en die was daar elke dag, zag je Radha-Damodar, elke dag chantte die 100 ronden of meer. Hij was in Vrindavan, hij was een zuivere toegewijde. Hij was helemaal in bliss in Vrindavan. Als een zuivere toegewijde in Vrindavan is en daar in een tempel woont, dan wat kan hij nog meer willen? Maar Srila Prabhupada die gaf die positie op en die kwam naar een plaats.
een verschrikkelijke plaats, een horrible plaats in de materiële wereld, New York. Dat is de ergste plaats waar je kan gaan. Zo'n grote stad in de materiële wereld. Maar dat kwam ik dus om ons te verlichten. En niet voor zijn eigen belang. Voor hem hoefde dat echt niet, New York. Als je eenmaal in Vrindavan zit, en we weten allemaal hoe blissvol Vrindavan kan zijn, dan Prabhananda Sarasvati zegt, als je één keer in Vrindavan bent en je wil die plaats verlaten, dan ben je de grootste idioot, zegt hij. Je bent in de geestelijke wereld samen met Krishna in Vrindavan en dan ga je weg. Maar Srila Prabhupada ging weg daar om de toegewijde te dienen. Om toegewijde te maken. Zo, dit wordt gezegd, is heel belangrijk hier. Niet alleen zelf dienen, maar ook andere mensen. Zoals in de Bhagavad Gita zegt, dat een pandita, iemand die werkelijk geleerd is, een zeer geleerde brahmaan, een sudra, een olifant, een hond en een koe met gelijkgezinde blik. Hij let niet op het lichaam dat slechts een uiterlijk omhulsel is. Hij let niet op het omhulsel van de brahmana of van een koe of van een varken, maar hij ziet de geestelijke vonk, het deeltje van de Allerhoogste Heer. Wanneer een toegewijde elk levend wezen niet als deeltje van de Allerhoogste Heer ziet, wordt hij als een prakrita bhakta, een materialistische toegewijde beschouwd. Hij bevindt zich bij lange niet op het geestelijk niveau, maar eerder op het laagste niveau van toewijding. Hij toont de Murti echter alle respect. Een toegewijde ziet alle levende wezens dus op hetzelfde niveau van geestelijk bestaan, maar dat betekent niet dat hij met iedereen om wil gaan. Ook al maakt een tijger deel uit van de Allerhoogste Heer, toch slaan we onze armen niet om hen heen vanwege zijn geestelijke relatie met de Allerhoogste Heer. Ja, dat is duidelijk. Hè? We zien iedereen als deeltje van Krishna, maar het is niet dat we een tijger omarmen. We moeten alleen omgaan met mensen die Krishna bewust zijn en zich hebben ontwikkeld. En dan komt hier weer een ander punt in. Eerst hebben we het over deity worship gehad in deze purport, betekenisverklaring. Dat is voor gevorderde en beginnende toegewijden. En dan hebben we het gehad dat als je alleen de deity ziet, maar niet de deeltjes van Krishna in alle levende wezens, dan ben je, op het laagste platform. En nou gaat Srila Prabhupada hebben over met wie we moeten omgaan. We moeten vriendschap sluiten met mensen die hun Krishna-bewustzijn hebben ontwikkeld en hem speciaal respect betonen. Andere levende wezens maken weliswaar deel uit van de Allerhoogste Heer, maar omdat hun bewustzijn nog verhuld is en qua Krishna-bewustzijn onontwikkeld, dienen we hem uit de weg te gaan. Vishwanatha Chakravarti Thakur zegt dat men zelfs het gezelschap van een Vaishnava moet vermijden indien zijn karakter niet zo goed is. Hoewel men hem wel respect kan tonen dat een Vaishnava waardig is. Iedereen die Vishnu als de Allerhoogste Godspersoon accepteert, wordt als een Vaishnava beschouwd. Maar van een Vaishnava wordt wel verwacht dat hij alle goede eigenschappen van de halfgoden in zich tot ontwikkeling brengt. Volgens Sridhar Swami betekent het woord Sattvena precies hetzelfde als Dharyena, geduld. Men moet zijn toegewijde dienst dus met zeer veel geduld verrichten. Men mag er niet bij laten zitten wanneer een paar pogingen om toegewijde dienst te doen mislukt zijn. Men moet doorzetten. Ook Srila Rupa Goswami bevestigt dat men zeer enthousiast moet zijn en zijn toegewijde dienst vol geduld en vertrouwen moet verrichten. Er is geduld voor nodig om tot het vertrouwen te komen dat Krishna ons beslist zal aannemen en vanwege onze toegewijde dienst. Maar men hoeft zijn dienst alleen maar volgens de regels en bepalingen te verrichten om zeker te zijn van succes. Ja, dat bekende vers van de Nectar of Instruction, pas uitgebracht.
Tekst 17, de zuivere toegewijde dienst. De zuivere toegewijde dienst te verrichten door de geestelijk leraar en de acharya's het hoogste respect betonen. Hij dient mededogend te zijn jegens de armen en vriendschap te sluiten met zijn gelijken. Maar wat hij ook doet, dient allemaal volgens de regels en met beteugeling van de zinnen te gebeuren. He, dus we moeten zuivere toegewijde dienst verrichten onder de leiding van de geestelijk leraar en tegelijkertijd mededogen hebben met de armen en vriendschap te hebben met, met gelijken. Wordt ook beschreven als een Madhyam Adhikari, een toegewijde die op het middelplatform zit. Hij ziet Krishna, de Allerhoogste Heer, he, en hij ziet de toegewijde, hè, waar die dient. En dan ziet hij de gevorderde toegewijde, de geestelijk leraar, die dient hij. En hij ziet de andere toegewijde, de gelijke, en daar sluit hij vriendschap mee. En hij ziet de minder gevorderde en die probeert hij te helpen. En moeten de regels en bepalingen volgen en de zintuigen controleren. Ja, alle betekenisverklaringen die zijn heel interessant. Maar er zijn er nog zoveel, we kunnen ze niet allemaal. Een toegewijde moet altijd proberen over geestelijke zaken te horen en zijn tijd slechts gebruiken voor het chanten van de heilige namen van de Heer. Hij dient in zijn gedrag altijd oprecht en eenvoudig te zijn. En hoewel hij niet afgunstig is, maar iedereen welgezind dient, hij de omgang met mensen die geestelijk niet gevorderd zijn, te vermijden. Ja, dat punt komt toch vaak terug. De niet gevorderde mensen te vermijden. Want ja, daar raken we door beïnvloed. Vooral als we geen zuivere toegewijden zijn. Als we omgaan met materialistische mensen, dan raken we beïnvloed. En als we omgaan met geestelijk gevorderde mensen, dan raken we ook beïnvloed. Ik zal hier de betekenisverklaring lezen. Als men zijn geestelijk inzicht wil ontwikkelen, dient men geestelijke kennis te vernemen uit authentieke bronnen. Men kan de werkelijkheid van het geestelijk leven begrijpen door zich strikt aan de regels te houden en zijn zinnen te beheersen. Om zich te kunnen beheersen is het nodig dat men geweldloos en waarheidlievend leeft, niet steelt, zich onthoudt van seksuele omgang en slechts datgene bezit wat men absoluut nodig heeft om lichaam en ziel bij elkaar te houden. Men behoort niet meer te eten dan nodig, niet meer eigendommen te verzamelen dan nodig, niet onnodig met gewone mensen te praten en zich niet aan de regels en bepalingen te houden zonder te begrijpen waarom. Men behoort de regels en bepalingen op zo'n manier te volgen dat men er ook werkelijk door vooruit gaat. Dus niet ritualistisch. Soms zie je dat, dan komen mensen van Brussel, Antwerpen, Nederland. Die komen naar Radhades, lopen de tempelkamer binnen. En dan gaan ze met hun rug naar de deity staan. En dan vouwen ze hun handen samen. En dan neemt de husband een foto van hun en de deities. En dan draaien ze om. En dan nemen ze, degene die de foto neemt, gaat met zijn rug naar de deity staan. En die neemt nog een foto. En dan gooien ze nog een duit in de doos. En dan gaan ze weer weg. Nou, het is beter dan niks. Maar het is wel een ritualistische manier van de deities bezoeken. Dat is niet. Dan begrijp je niet precies waarom je het doet. Tien jaar geleden, waren er hier twee broers van Australië. Het waren twee brahmacharis. En dat waren alle twee de tempelpresidenten in Jaipur.
Die bespraken dit punt. Nou, in Jaipur, dat weten we, bij elke Mongol Arctic, er komen honderden mensen naar de Mongol Arctic. En zij doen dat niet alleen, hun familie heeft dat ook al honderden jaren gedaan. Maar als je hun vraagt over de filosofie, wat betekent christenbewustzijn, wat zijn de kwalen, dan weten ze er niks van. Niet allemaal natuurlijk, er zullen best een hoop zuiver toegewijden tussen die mensen. Maar voor een groot gedeelte weten ze niks van christenbewustzijn. Al volgen ze heel strikt elke dag naar Mongol Arctic, maar ze begrijpen er niet veel van. Dat wordt dus hier ook verklaard. We moeten wel begrijpen wat we komen doen. Als we de tempelkamer binnenstappen, dan stappen we binnen bij de allerhoogste godspersoon. En dan hoor je te gedragen. Ik geef altijd het voorbeeld, als je bij de koningin of de koning wordt uitgenodigd in zijn paleis, dan kom je niet binnen bla 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 bla, bla met al je kinderen krijzen. En dan ga je met z'n allen met je rug naar de koning staan, maak je een foto en ben je weer weg. Nee, nou, iedereen begrijpt, dat doe je niet. Zelfs de meeste, de grootste boer kan dat begrijpen. Maar als we dan in de tempel komen en we doen dat wel, ja, dan zijn we heel ritualistiek bezig. Dan hebben we misschien wel een of ander concept, maar het is niet. Dan volg je regels en bepalingen, het bezoeken van de deity, zonder te begrijpen wie Krishna is. Dus dat moet ook niet. Er wordt in de Bhagavad Gita 18 kwalificaties genoemd waaraan men moet voldoen. Eén daarvan is eenvoud. Men moet vrij zijn van trots. Men dient geen onnodig respect van anderen te verlangen en men moet geen geweld gebruiken. Amahanitvam adambitvam ahimsa. Men behoort zeer verdraagzaam en eenvoudig te zijn. Men dient de geestelijke leraar te accepteren en de zinnen te beheersen. Deze kwalificaties worden zowel hier als in de Bhagavad Gita vermeld. Men moet uit authentieke bronnen vernemen hoe men in het geestelijk leven vooruitgang kan maken. De aanwijzingen daartoe dient men van de geestelijke leraar te ontvangen en in zich op te nemen en te volgen. Maar ja, dat zal ook nog wel verteld worden. Oké, we gaan door naar het volgende vers. Een heel lang purport. Vers 19. Wanneer iemand al deze bovenzinnelijke eigenschappen volkomen bezit en zijn bewustzijn daardoor geheel gezuiverd is, raakt men onmiddellijk aangetrokken wanneer men alleen maar mijn naam of een beschrijving van mijn transcendentale eigenschappen hoort. Lord Kapiladev die legt hier het proces van Bhakti Yoga uit. Hetzelfde als, het lijkt heel veel op Rupa Goswami, de nectar of instructie. Dat wordt hier uitgelegd. We moeten al die bepalingen volgen onder de leiding van de geestelijke leraar. En dan komen we op dit platform van aantrekking, Rutsi. Er zijn zeven stadiums van toegewijde dienst. En Rutsi, dat is eentje daarvan. Eerst hebben we vertrouwen in de Allerhoogste Heer. We hebben Shraddha, vertrouwen in de Heer en de toegewijde. In de Heer, dan gaan we met toegewijde omgaan. En dan horen we van de toegewijde hoe het precies zit. Als we de Bhagavatam lezen, dan horen we de toegewijde. Er was een toegewijde die zei tegen Srila Bhakti Siddhanta, of die schreef een brief. Hij zegt van ja, er staat ik moet met toegewijden omgaan om vooruitgang te maken in geestelijk leven. Maar waar ik woon, er zijn niet echt veel toegewijden. Dus het is een beetje moeilijk. En toen zegt Srila Bhakti Siddhanta, hij zegt ja, toegewijden van het niveau van Rupa Goswami of Sanatan Goswami of Krishnadas Kaviraj Goswami of Vishwanatha Chakravarti Thakur, die zijn inderdaad heel moeilijk te krijgen. Maar hij zegt, die mensen hebben hun boeken geschreven en als je die boeken leest, dan kan je met de toegewijde omgaan. En Srila Prabhupada zegt er heel vaak ook, if you read my books, you can directly associate with me. Als je mijn boeken leest, kan je direct met mij omgaan. Dus daarom is het zo belangrijk dat we de boeken van Srila Prabhupada lezen. Dan kunnen we met Prabhupada omgaan en door zijn omgang kunnen we vooruitgang maken, dan kunnen we horen, zoals hier, wat we moeten doen
We moeten geduldig zijn. We moeten heel enthousiast onze toegewijde dienst doen. We moeten verdraagzaam zijn. We moeten voor andere levende wezens moeten we genadig zijn. Moeten de deity vereren. Moeten onze zinnen beheersen. En als we dat doen, dan komen we geleidelijk aan. Dan komen we. Dus eerst hebben we vertrouwen, dan gaan we met de toegewijde om, dan volgen we de instructies van de toegewijde, dat is Bhajana Kriya, dan komen we op het platform Anartha Nivritti, dan raken onze materiële eigenschappen verminderd, onze aantrekking tot de materiële wereld verminderd, en dan komen we op het platform van Nista, dan worden we steady. Dan worden we zonder verandering, dan blijven we doorgaan. Elke dag chanten onze ronde. Elke dag lezen we de Bhagavatam. Elke dag dienen we Krishna met enthousiasme. En dan, als we dat doen, dan komen we op het platform van Bhava. Hier wordt het woord Bhava niet gebruikt. Nou ja, Rutsi wordt hier gebruikt, ook niet gebruikt. Maar we worden, als we gezuiverd zijn, dan worden we aangetrokken tot het chanten van Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En de beschrijvingen van Krishna's eigenschappen. Dat zijn de kwaliteiten van een toegewijde. Van Bhagavad Gita, een belangrijk vers. Het Matchita Matkata Prana, Bodhyantastya Parasparam, Kata Yantastya Jamanticha, Tushanticha Romanticha. Mijn zuivere toegewijde, zegt Krishna, hun bewustzijn is geheel in mij vervuld. Hun leven is geheel in mijn dienst gesteld. En ze beleven grote tevredenheid en bliss, geluk, door altijd over mij te spreken. Op dat platform komen we dan, als wij de geestelijk leraar volgen, alle regels en bepalingen van Bhakti Yoga volgen, dan komen we op het platform, wanneer als we Hare Krishna chanten, of als we de Bhagavatam lezen, dat we niks anders meer willen. Betekenisverklaring. In het begin van dit onderricht legt de Heer zijn moeder uit, dat Madguna Sruta Matrena alleen door over de naam, eigenschappen, gedaante enzovoort van de Allerhoogste Godspersoon te horen, voelt men zich meteen tot hem aangetrokken. Iemand verkrijgt alle bovenzinnelijke eigenschappen ten volle wanneer hij zich, zoals in verschillende geschriften aangeraden wordt, aan de regels en bepalingen houdt. We hebben bepaalde onnodige eigenschappen in ons ontwikkeld door ons te bewegen in de materiële wereld. Nou, we hebben ons daar al heel lang in bewogen. Soms zeg ik tegen mensen, we hebben wel duizenden, tienduizenden geboortes gehad. Ja, dat is, maak het maar 10 miljard geboortes en misschien nog wel meer. Maar wanneer we de bovengenoemde methode volgen, raken we van die besmettingen verlost. Om bovenzinnelijke eigenschappen te kunnen ontwikkelen, moet men, zoals in de vorige vers uitgelegd is, van deze materieel besmette eigenschappen bevrijd raken. Tekst 20. Zoals het voertuig van de lucht en geur van haar oorsprong meevoert en dadelijk de reukzin raakt, kan iemand die voortdurend in Krishna-bewustzijn in toegewijde dienst verbonden is, de allerhoogste ziel waarnemen, die overal in gelijke mate aanwezig is. Dus het is duidelijk hier. Ik woon in ieder levenswezen als de superziel. Als iemand geen oog heeft voor deze alomtegenwoordige superziel, of hem geen respect betoont, maar wel het altaarbeeld in de tempel vereert, is dat niets dan schijn. Wie het godsbeeld in de tempel vereert, maar niet weet dat de Allerhoogste Heer als Paramatma in het hart van ieder levend wezen woont, moet in onwetendheid verkeren en wordt vergeleken met iemand die offerandes brengt in as. Wie mij eer betuigt, maar afgunstig is op het lichaam van anderen en daarom een separatist is, zal nooit innerlijke vrede vinden vanwege zijn vijandig gedrag tegenover andere levende wezens. Is zo belangrijk dit punt.
Dat wordt in Bhagavad Gita ook heel vaak bespreken. Wij moeten ook andere levende wezens met eerbieds en genade behandelen. Ja, liefde zeg maar ook. Dat is heel belangrijk. Dat vers wat Prabhupada zegt, dit vers is de essentie van de Bhagavad Gita. Yat karma krit, yat parma mo, mat bhakta sangha varita, nirvarer sarva bhutesu. Ja, oké, laatste vers ben ik kwijt. En Krishna zegt, moet mij met toegewijd dienen, zonder gehecht te zijn aan materiële activiteiten, zoals speculatie en karma. En die alle levende wezens met vriendelijkheid beticht. En dat komt heel vaak terug, dat de levende wezens met vriendelijkheid met terug, die zal tot mij komen. Dus dat is ook één punt. Zelfs in ons geest raken we wel eens geïrriteerd door anderen. En als dat gebeurt, soms zeggen we het ook wel eens, beter niet. Maar die irritatie, als we zien, ja, ik ben geïrriteerd door anderen, hun gedrag. Of, ja, dan weten we, daar moeten we iets aan doen. dan zijn we nog niet op het zuivere platform. We kunnen wel zien dat een andermans gedrag misschien verkeerd is of niet goed is, maar we kunnen er ons nooit aan irriteren of over opwinden of boos maken. Want we moeten alle levende wezens met plezier ontvangen. Bij het verrichten van zijn voorgeschreven taken dient ieder mens de Murti van de Allerhoogste Godspersoon te vereren, tot hij zich realiseert dat ik me in zijn hart bevind, zoals ook in de harten van andere levende wezens. Dan raken we gelijkgezind voor iedereen. Dan zien we, Krishna bevindt zich in mijn hart en hij bevindt zich in het hart van alle levende wezens. Hij houdt van iedereen, ongeacht van of ze nou goedheid, hartstocht of in onwetendheid zijn. Dus zoals de ouders houden altijd van hun kinderen. Als het laaiend vuur van de dood, jaag ik iedereen die ook maar een geringste onderscheid maakt tussen zichzelf en andere levende wezens, door naar uiterlijke verschillen te kijken, grote angst aan. Het laaiend vuur van de dood. Dus we mogen geen verschil zien tussen onszelf en anderen. Dat is een grote stap te maken in toegewijde dienst. Daarom dient men door milde gaven en aandacht, ook door vriendelijk gedrag en door iedereen als gelijk te beschouwen, mijn voor zich in te nemen, omdat ik als hun eigen zelf in alle schepselen verblijf. Levende wezens zijn hoger dan levende dingen, o gezegende moeder, en onder hem zijn die tekenen van leven geven het best. Dieren met ontwikkeld bewustzijn zijn beter dan zij, en nog beter zijn zij met ontwikkelde zintuiglijke waarneming. Dit zijn de verschillende levende wezens die er zijn. Onder de levende wezens die het vermogen om zintuigelijk waar te nemen hebben ontwikkeld, zijn diegenen die de smaakzin hebben ontwikkeld beter dan degenen die tastzin hebben ontwikkeld. Beter dan zij zijn degenen die de reuk hebben ontwikkeld en beter dan diegenen die zijn levend wezen die gehoor hebben ontwikkeld. Beter dan de levende wezens die geluid kunnen onderscheiden, zijn zij die de ene vorm van de ander kunnen onderscheiden. Beter dan zij die... Nou ja, dit zijn dus alle levende wezens. Alle verschillende van mieren en van microben, alles toe. En dan komen we hier naar... dan komen we naar allemaal verschillende dieren. En dan komen we naar de mensen. En de mensen zijn beter. Bij mensen is die maatschappij de beste die haar leden naar gelang van hun eigenschappen en activiteiten in klassen verdeeld hebben. Het is van de Sramdharma maatschappij. En in die maatschappij zijn de intelligente mensen die als Brahmana's worden aangeduid het best. Onder de Brahmana's is hij die de Veda's bestudeerd heeft het best. En onder de Brahmana's die de Veda's hebben bestudeerd is hij die de feitelijke bedoeling van de Veda's kent het best. Beter dan een Brahmana die de bedoeling van de Veda's kent is hij die alle twijfels kan wegnemen. En beter dan zo iemand is hij die zich strikt aan Brahmaanse principes houdt. Beter dan de laatste
is iemand die vrij is van alle materiële onzuiverheid en beter dan hij is een zuivere toegewijde die zijn zuivere dienst verricht zonder er iets voor terug te verwachten. Daarom zie ik niemand die groter is dan hij, die geen ander belang kent dan het mijne. En daarom al zijn doen en laten en zijn hele leven alles onderbroken op mij betreft en aan mij wijdt. Zo'n volmaakte toegewijde bewijst ieder wezen eer, omdat hij er vast van overtuigd is dat de Allerhoogste Godspersoon als superziel of bestuurder het lichaam van ieder levend wezen is binnengegaan. Lieve moeder, o dochter van Manu, een toegewijde die de wetenschap van de toegewijde dienst en van het mystieke yoga zo in praktijk brengt, kan enkel door de toegewijde dienst de woning van de Allerhoogste bereiken. Deze Purusha, die de individuele ziel moet benaderen, is de eeuwige gedaante van de Allerhoogste Godspersoon, die bekend staat als Brahman en Paramatma. Hij is de transcendentale hoofdpersoon en zijn doen en laten is geheel geestelijk. De tijdsfactor die de transformatie van de verschillende materiële openbaringen veroorzaakt, is eveneens een aspect van de Allerhoogste Godspersoon. Wie niet weet dat de tijd de Allerhoogste Godspersoon is, is er bang voor. Heer Vishnu, de Allerhoogste Godspersoon, diegene die alles van alle, of die van alle offers geniet, is de tijdsfactor en de meester van alle meesters. Hij gaat binnen in ieders hart, steunt iedereen en zorgt ervoor dat ieder wezen door een ander vernietigd wordt. Niemand is de Allerhoogste Godspersoon dierbaar, nog is iemand zijn vriend of vijand. Maar hij inspireert diegene die hem niet vergeten zijn en vernietigt degene die hem wel vergeten zijn. Uit vrees voor de Allerhoogste Godspersoon stromen de rivieren en treedt de oceaan nooit buiten zijn oevers. Het is alleen uit vrees voor hem dat het vuur brandt en de aarde met haar bergen niet wegzinkt in het water van het heelal. Onder bestuur van de Allerhoogste Godspersoon biedt het uitspansel ruimte aan alle verschillende planeten, de ontelbare levende wezens herbergen, de totaliteit van het universum met zijn 7 omhullingen expandeert zich onder zijn Allerhoogste leiding. Uit vrees voor de Allerhoogste Godspersoon houden de halfgoden die belast zijn met de taak de geaardheden van de materiële natuur te besturen, zich bezig met scheppen, in stand houden en vernietigen. Al het bezielde en onbezielde in deze materiële wereld staat onder hun leiding. De eeuwige tijd kent geen begin, geen eind. Hij vertegenwoordigt de Allerhoogste Godspersoon die deze misdadigerswereld geschapen heeft. Hij maakt een eind aan de wereld der verschijnselen, onderhoudt het werk van de schepping door het ene individu bij anderen ter wereld te laten brengen en ontbindt het heelal ook weer, waarbij zelfs de Heer des Doods jammeraads wordt vernietigd. Ja, nou dat is het hoofdstuk. Ik kan het nog wel een keer lezen, want er staat hier zoveel in. In het eind van de Bhagavatam staat van, deze Bhagavatam met 18 kanto's en 400 en nog wat hoofdstukken. Dat is genoeg voor bevrijding als je dat leest. Of om toegewijd te worden. Maar zelfs één hoofdstuk is genoeg. Zelfs één vers is genoeg. Zelfs één woord is genoeg. Zo, deze Bhagavatam zou het Prabhupada zegt. De Hare Krishna Movement heeft in de Hare Krishna Movement doen we maar één ding. We zijn 24 uur per dag Hare Krishna aan het chanten. We lezen 24 uur per dag de Srimad Bhagavatam. En we dienen Krishna 24 uur per dag. Dat is het doel van deze beweging. En Srila Prabhupada zei toch ook dat je binnen 1 seconde Krishna bewust kan worden? Ja, dat zei hij ook, ja. Ja, maar nu, tegenwoordig, na de beweging 50 jaar oud is,
denken sommige mensen, denken ja, oké, okay, het kan. Srila Prabhupada gaf het voorbeeld dat Prahlad Maharaj, die zag Lord Nrsingadev. En hij brengt ze eerbetuigingen en Lord Nrsingadev legt zijn hand op Prahlads hoofd. En Prabhupada zegt, ja, zuivere toegewijde. Hij hoefde zich alleen maar, hij zag Krishna, hij buigt voor hem neer en geeft zich volledig over, gelijk zuivere toegewijde. Hij zegt maar, om tot zo'n bewustzijn te komen, dat jouw eerbetuigingen jou een zuivere toegewijde maken, om met zo'n bewustzijn eerbetuigingen te brengen, kan miljoenen levens kosten. Dus hij zegt het alle twee. Het kan in één minuut. Prabhupada zegt, je hoeft maar één keer Hare Krishna te zeggen, zuiver, en je gaat terug naar Godheid. Maar om zuiver Hare Krishna te chanten kan wat tijd kosten. Maar tegelijkertijd, ja, wat wij denken dat een lange tijd is, hè, dat is één seconde voor Krishna. Eén ademhaling voor Heer Vishnu is deze hele schepping geschapen, heeft zijn rol gespeeld en is vernietigd. 311 triljoen jaar. Dat is één ademhaling. Dus ja, in one minute. In India zeggen ze, ja, ik minute. Eén minuut. En dan komen ze de volgende dag. ik zag toevallig, er is een christelijke Sadaputa. Sadaputa, dat is een professor, hoe heet hij nou, natuurkunde. Professor in de natuurkunde. En dan hebben ze in het christendom hebben ze ook zo'n professor natuurkunde. En ik kijk soms wel eens naar hem, want die zegt hele interessante dingen over de evolutietheorie, hoe dat niet klopt en dit en dat. En dan de vraag was, ja, maar in de Bijbel staat dat God de wereld in 7 dagen heeft geschapen. En ja, hij heeft het dan over miljarden jaren, over verschillende tijdsvakken. En toen gaf hij dat als antwoord. Hij zegt, ja, wat 7 dagen is voor God, weten wij niet. Dat kunnen wij niet denken dat het 7 dagen onze aardse dagen zijn. Dat zijn misschien 7 dagen voor God. Dus hetzelfde als Prabhupada zegt, 1 seconde. Eén seconde van Vishnu. Oh ja, nog één mop daarover. Er was een toegewijde, die komt voor Heer Vishnu. En die zegt, Heer Vishnu, hoeveel is een miljard jaar voor jou? En Vishnu zegt, 1 seconde. Voor mij is miljard jaar is 1 seconde. Dus de toegewijde zegt, Heer Krishna, Heer Vishnu, hoeveel is 100 miljard euro voor jou? Oh, dat is voor mij, dat is 1 cent, zegt Vishnu. Dus dan zegt hij, oké, geef me 100 miljard euro. En dan zegt Vishnu, oké, 1 seconde. Ja, over de tijdsfactor. Hier, de tijdfactor die de transformatie van de verschillende materiële openbaringen veroorzaakt, is eveneens een aspect van de Allerhoogste Godspersoon. Wie niet weet dat de tijd de Allerhoogste Persoon is, is er bang voor. Betekenis, iedereen is bang voor de invloed van de tijd, maar een toegewijde die weet dat de tijdfactor een vertegenwoordiger of openbaring van de Allerhoogste Godspersoon is, heeft er niets van te vrezen. De zinsnede Rupa Vedas Padam is zeer belangrijk. Door toedoen van de tijd veranderen zoveel vormen. Zo is een kind bij zijn geboorte klein, maar die kleine vorm verandert in de loop van de tijd in een grotere, het lichaam van een jongen en dan in het lichaam van een jonge man. Zo raakt alles getransformeerd door de tijd. De indirecte leiding van de Allerhoogste Godspersoon. Gewoonlijk zien we geen verschil tussen het lichaam van een kind en dat van een jongen of van een jonge man, omdat we weten dat deze veranderingen door de tijd veroorzaakt worden. Voor iemand die niet weet hoe de tijd werkt, geeft de tijdsfactor reden tot angst. Ja, dat is heel, heel beangstigend, dat tijd. Want alles wat we hebben, dat raken we kwijt. Zelfs dat lichaam. En dat is beangstigend voor een niet toegewijde. We worden oud. Een mooie jonge vrouw. Dat zien we zo vaak. Mooie jonge vrouw.
Die gaan altijd winkelen voor meer kleren, meer make-up, dit en dat. Ze willen altijd eeuwig jong blijven. Hè? De reclames, als je dit zalfje neemt, deze olie, dan zelfs dan ben je 60, dan zie je er nog uit als een jonge kind, jong vrouw. Hey, iedereen wil niet oud worden. En ze zijn bang, hè? Oh, er komt weer een rimpel bij. Of, mannen ook hoor, niet alleen vrouwen, mannen ook. Hey, dus, maar als je dus toegewijde bent, heb je daar geen angst voor. Hey, ook niet voor de dood, ook niet voor ziek worden, ook niet voor oud worden. Hey, we weten dat is onoverkomelijk. En we moeten het gewoon verdragen en tolereren. Dus, maar een niet toegewijde is heel bang voor de tijd. He, want de tijd is niet verschillend van de dood. He, want in de tijd gebeurt de dood, gebeurt de ziekte, gebeurt de ouderdom. Maar niet in de geestelijke wereld. He, iemand die weet dat hij niet het lichaam is, maar de ziel, die zegt, ik kan niet ziek worden. Ik kan niet oud worden. Ik kan niet doodgaan. Ik kan niet lijden. Want ik ben niet het lichaam. Maar iemand die denkt dat hij het lichaam is, ja, dan... Dan is daar de angst. Dat staat in de Haribhakta Suddhodaya, het Sanskriet vergeten. Maar al onze japa, al onze tapa en al onze dana, ons chanten, onze ontwikkeling van kennis, alles is waardeloos als we op de tijd van de dood bang zijn. Die bang. De naam van Srila Prabhupada, Abhaya Charanaravinda. Hij was fearless, hè, zonder angst aan de lotusvoeten van de Heer. Als wij beschutting nemen bij de lotusvoeten van Krishna, dan hebben we geen angst. Maar als we geen beschutting bij Krishna nemen, maar we nemen beschutting bij vrouw, kinderen, bankbalans, bij ons lichaam, bij onze maatschappij. Ja, onze mooie maatschappij, ja, met onze democratische waarden, roepen ze al, hè, de vrije Westen met onze democratische waarden, hè, dat is toch heel belangrijk. Ja, maar als we daar dus beschutting nemen, dan zijn we angstig en kunnen we niet Krishna bewust worden. Dat is het eerste vers van Srimad Bhagavatam, die gesproken wordt door Sukadev Goswami. Ja, de eerste twee kanto's zijn Sutta Goswami gesproken. En Sukadev Goswami begint met Dehapatya Kalatra Desu Atma Sanyas Asaspati. Those who take shelter in deze materiële dingen, die kunnen nooit de absolute waarheid begrijpen. En die zijn altijd bang. En net wat we hier gelezen hebben, dat ging razendsnel, hebben we dat gelezen. De tijdfactor is waar alles in gebeurt. Als Krishna de hele materiële wereld heeft geschapen en alles is daar, dan moet hij nog wel even binnenkomen als de tijdfactor om alles, want zonder tijd kan er niks bestaan in deze materiële wereld. Kalosmi, zegt Krishna, ik ben de tijd. De tijd gaat snel, gebruik hem wel, zeggen ze in Nederlands. Dat is het Nederlands gezegde. De tijd gaat snel, gebruik hem wel. Ja, wel en er wordt ook gezegd in een toegewijde, een van de symptomen van een zuivere toegewijde, we hebben veel over zuivere toegewijde dienst gehoord, is dat hij de tijd niet verliest. Dat hij niet wil verspillen. De tijd is, en geen seconde van de tijd verspilt hij. In buiten toegewijde dienst, als je de toegewijde alle rijkdommen van alle materiële werelden tegelijk aan hem zou geven, in ruil voor het 1 minuut niet aan Krishna te denken, dan neemt hij dat niet. He, want tijd. Bestaat, in de geestelijke wereld is er geen tijd zoals in de materiële wereld. Is ook geen ruimte. Maar dat kunnen wij niet begrijpen. Zonder tijd, alles heeft een bepaalde tijd nodig voordat het gebeurt. He, als mijn hand van hier naar hier beweegt, heeft het tijd nodig. En er heeft ruimte nodig om die hand te bewegen. Maar in de geestelijke wereld is er geen tijd en ruimte. Is voorbij tijd en ruimte. Is onbegrijpelijk. Maar ook in de materiële wereld is niet te begrijpen. Tijd. Probeer het maar te begrijpen. Het is eigenlijk... Er is één
één kracht die Krishna heeft, noemen ze Achintya Shakti. Dat is inconceivable, onbevattelijk. Krishna heeft zo'n kracht dat onbevattelijk is. En eigenlijk Krishna is onbevattelijk. Hij is niet te begrijpen. Maar dus tijd is ook niet te begrijpen. Ruimte is niet te begrijpen. Maar tegelijkertijd, dat kleine beetje wat wij kunnen begrijpen, dat moeten we proberen te begrijpen. En dan, dat is genoeg voor ons. Ja? Begrijpen is ook heel belangrijk. De geestelijke wereld is in drie delen onderverdeeld. Hè? Ladini, Samvit en Sandini. En Sandini, dat is het bestaan. Hè? Krishna bestaat. En de energie waarin hij bestaat, wordt Sandini genoemd. En hij laat ons daar ook in bestaan. En ook die materiële wereld laat hij in die Sandini bestaan. Dan heb je Samvit. He, dat is de energie waar Krishna zichzelf mee begrijpt en ons hem laat mee begrijpen. En dan heb je de Ladini, dat is de energie waar Krishna extase in ervaart en ons ook extase laat ervaren. En die drie samen, dat wordt Sudha-Sattva genoemd, het transcendentale platform, Sudha-Sattva. En wij ook. En als wij daar... Wij hebben ons daar op een of andere manier hebben we ons daar uitbegeven. En zitten we nu in die materiële wereld, onder de gaatheden van de natuur. Maar de hele hoofdstuk spreekt erover hoe wij ons moeten verheffen uit die materiële natuur. En teruggaan naar de eeuwige Sudha-Sattva. De zuivere bestaan van Krishna. Daar horen we thuis. En daar ervaren we dus ook die vreugde die we altijd zoeken. En uiteindelijk heeft tijd daar niks mee te maken. Hè? Ik las een keer een beschrijving, dat is in een christelijk boek, maar ja, is ook mooi. Als wij terugkeren naar de hemel, zeggen ze, dan is er geen noot van de hemelse, muziek voorbij gegaan. Ze zijn hemelse muziek aan het maken in de geestelijke wereld. Kirtan hebben ze daar. En als we weggaan en dan komen we terug na vele miljarden jaren soms, dan is er geen tijd voorbij gegaan in de geestelijke wereld. Want er is geen tijd. Of hoe lang wij ook in de materiële wereld zijn, vergeleken met de eeuwigheid, is dat één noot van de hemelse muziek. Eén seconde, nog geen één seconde. Want er bestaat geen tijd in de geestelijke wereld. Dus zelfs zo lang als we hier zijn. Maar hier in de materiële wereld, ja, tijd. Je moet maar eens... Heel lang in het donker moeten zitten. Dan gaat de tijd... Of als je aan het lijden bent, gaat de tijd langzaam. Maar de tijd is Krishna. En als je hem gebruikt voor Krishna's dienst, dan is hij goed gebruikt. Net, ik zei het in het begin van de lezing hier, zei ik het al, dat Krishna-bewustzijn is niet zwart-wit, het een of het ander. He, als in de Brahma Samhita wordt Kali beschreven, en dat was Sristi, Stiti, Pralaya, Sadhana, Saktir, Ega, Chayeva, Yasya, Bhuvanani, Vibarta, Durga, Ichyanu, Rupam, Api, Yasya, Tyatesta, Tesa. Govindamadipursam tamahamadyami. En dat zegt Durga, ook wel Kali genoemd, is in deze wereld alkrachtig in de schepping, in het bestaan, in het bestaan en in de vernietiging. Dus in deze materiële wereld is Durga is heel krachtig. En daar heeft ze volledige schepping onder. Hè? We weten wel, oké. He, Vishnu is de onderhouder, Brahma is de schepper, Shiva is de vernietiger. He, maar er wordt dus ook gezegd dat in deze materiële wereld is Kali almachtig. Want ze is een schaduw van de chit potentie. Chit betekent bestaan. He, de kracht van Krishna, Sat Chit Ananda, is kennis, sorry, niet bestaan. Sat is bestaan. Dus zij is almacht, in deze materiële wereld is zij almachtig. Dus in die manier heeft ze ook wel met tijd te maken.
Deze hele materiële natuur waar we in zitten, dat is illusionaire potentie. Ze bestaat wel, maar ze is een illusie. Dus die illusie, die is almachtig in deze wereld. Dus in die manier, ja, tijd bestaat ook onder haar. Maar ook Krishna natuurlijk. Hè, het is. Net zoals ze zegt, hè, want dat Govindam Adipurusham zegt aan het einde. Dus Kali, die almachtig is in deze materiële wereld, staat onder Govinda.